Vandaag is het maandag 15:21 en ik heb mijn loading screen klaar om de game te kunnen laden. In deze loading screen wordt in principe alles geladen wat de achtergrond nodig is, plus het eerste level. Natuurlijk nog verantwoorden naar het main menu. Daar ben ik ook een beetje mee bezig geweest, zoals je ziet. Het ziet er nu zo uit. Nog niet echt spectaculair. Version 0.0.0-1a. We hebben natuurlijk de allereerste build. Als je op play drukt, komt hij nog een minuutje naar boven toe. Dus je ziet over de wijze pijltjes naartoe. Het zit ergens helemaal achterin. Ik had weggestopt. En dan komt dan hier naar boven, geteleport. En dan komt hij naar beneden. Of zoiets. Ik moet even kijken wat ik precies ga doen. Daar kunnen ze een map selecteren. Of eventueel minigames. Dus ik moet even kijken wat ik precies helemaal ga regelen. Ik heb wel enig idee hoe. Maar ik moet even kijken hoe. Vandaag is het dinsdag 14:20. En ik heb iets gedaan met het menu zoals je ziet. Op play drukken krijg je zo'n lijstje te zien van pool en comic zone. Kun je nog maken als je hier drukt dat je naar een menu toe gaat. Naar een menu. Ja, naar een ander menu. Dat klopt. Waar je personage kunt selecteren. En vanaf daar wordt dan de pool geladen. Maar ik ga zo op de eerste even de devlog editen. En in elkaar knutselen. Zodat hij woensdag online staat. En hem snel uploaden. En dan ga ik dat even helemaal in elkaar zetten. Want die kan ik niet tijdens renderen programmeren. Dat is namelijk te zwaar voor mijn PC. Ondertussen is het 11:23. En het speler kan nu zijn character selecteren. Zoals je ziet, zo'n big te groot. Dus 11:23 en ondertussen kan een speler zijn character selecteren. Zoals je ziet, ik heb een paar pionnetjes. Ja, dan gaat het scherm vol. En ik heb hier dus twee characters. Eén is de pilon en de andere is Burkito. Dan kom ik later op terug. Alle voorwerpen, alle personages uit de game. Er zit een hidden easter egg in. Zoals die Burkito. Komt natuurlijk van Burkito, de aap. Alleen, dit keer is het een emmer in plaats van een aap. Zo is het kleine grapje, zet ik ze allemaal in de game. Bij de characters. Dus die pion blijft er wel staan. Want dat is weer de herleid. Ik ken nog een andere naam. Maar daar moet ik even goed over nadenken. Ik heb een klein woordgrapje uit kan halen. Ondertussen is het 15 uur. En ik heb main menus ongeveer werkend. Dus even opnieuw laden. Dat je het goed kunt zien. Zoals je ziet. Ik heb dus een klein eilandje gemaakt met drie blokken. Dus stellen de spelers voor ik op play ga. Voor play. Kan ik dus een personage kiezen wat ik maar wil. Shit, nou ziet het misschien een beetje raar uit. Dat het best wel groot zijn. Maar als dit dus in principe dus klaar is. Zit het ook een heel stuk kleiner. En het main menu is ook bijna helemaal af. In ieder geval voor nu. Dat ik nu niet heel veel meer aan kan doen. En ik ga dit zo meteen nog verder afbouwen. Anders ik de vraag niet klaar krijg, krijg ik het morgen. Ondertussen is het donderdag 14 uur. En zoals je ziet, het main menu. Heb ik even geoptimaliseerd met het water. Ik zat eerst nog maar rond de 60 frames per seconde. Met de oude shaders. Daar heb ik dus versie 2 gemaakt. Toen zat ik rond de 150 frames. Ik denk van, oké, dat kan al veel beter. Ik heb dus versie 3 meteen erachteraan gebeund. En nu zit ik dus op rond de 250, 270 frames op ultra. En ik heb meteen ervoor gezorgd dat alles geoptimaliseerd is voor alle levels. Zoals je ziet, ultra, very high, high, medium, low, very low. En zo heb ik toaster toegevoegd. Dat is het laagste wat je kunt hebben in Unity. Je zet gewoon letterlijk alles staat uit. Als je ook ziet, de details hier helemaal weg. Op ultra zet, zie je veel meer detail in zitten. Ook in het gras, in de boom. Veel meer scherpe lijntjes. En wat ik dan ook weer gewerkt heb, zijn hier de witte randen hier omheen. En hier langs helemaal. Niet helemaal de bedoeling om dat nu te gaan doen. Maar het irriteerde me zo hard, het moest opgelost worden. Dat ik dichtbij heb laten zien hoe low en ultra verschillen van elkaar. Shit, heb je een klein bloemetje. Dus even iets dichterbij gaan. Nou, dat gaat dus niet verder. Even kijken, dat kan ook anders. Zo. Dan kan ik wel verder inzoomen. Dus ik open nu eventjes de settings. Wat stond dat? Edit. Project settings. En dan quality. Zet ik eens op toaster. Zo je ziet dat water veel
slechter eruit ziet. Dit ziet er veel hoekeriger uit. Dus terugga. Dan zie je dat er veel meer detail in zit. Zie je? En dat heb ik hier dus gedaan. Maar nu ga ik even snel verder met dingen die eigenlijk op mijn planning stonden. Zoals het laden, loading screen bouwen. Verder afmaken. Dat je naar een ander level toe kunt. Vandaag heb ik niet heel veel andere dingen gedaan dan lopen debuggen. Vooral de shaders, die hadden heel veel problemen. Maar ze zijn die nu allemaal opgelost. Daar heb ik dus vrijdag, zaterdag en zondag mee bezig geweest.